Tijd om een korte lezing te geven. Dit keer over de eiwittransitie. Dit is de verkorte versie. Ik ga ook nog een lange versie opnemen die misschien wel een uur gaat duren. Maar voor degenen die wat ongeduldig zijn, zal ik dus een ongeveer 10 minuten variant nu inspreken. Deze eiwittransitie presentatie is eigenlijk een vervolg op 3 eerdere presentaties die ik geplaatst heb op mijn eigen YouTube kanaal. De eerste heb ik 1,5 jaar geleden ongeveer geplaatst. Die ging over COVID. Eigenlijk ook de achtergrond van hoe we leven, specifiek de piramide van Maslow. En dat daar twee dingen in dit soort tijden, ook in de tijd van oorlog, zoals nu bij Oekraïne, van groot belang zijn. Namelijk veiligheid en gezondheid. Dat is eigenlijk waar we allemaal naar snakken en behoefte aan hebben en misschien zelfs wel het eeuwig leven willen hebben. Daar ging mijn eerste praatje over van 10 minuten. Via deze link kan je die terugkijken. In diezelfde periode heb ik een tweede lezing opgenomen van bijna een kwartier. En die gaat over of computers en artificial intelligence ons voedselsysteem gaat veranderen. Ik zou zeggen, pak de link, ga er naar kijken. Maar een tipje van de sluier is, het eetsysteem zit in de wereld van atomen en moleculen. Die zit niet in de wereld van de bits en bytes. En zolang wij mensen zijn, zullen we moeten blijven eten. Natuurlijk helpen computersystemen en data daar een beetje bij. Maar aan het eind van de dag gaat het vooral over zaken als NPK, over massa en energie, over echt voedsel en transport daarvan en de verwerking daarvan. Nou, in het kader van de verwerking geloof ik heilig in wat heet electricity-based processing. Dat betekent dus dat we alle voedselverwerkende technologieën moeten gaan omzetten naar systemen die via het stopcontact kunnen gaan. Ook heb ik toen al een lezing ingesproken over alles wat met plant-based of de eiwittransitie te maken heeft. Waarom is dat nou nodig en hoe kan je dat pushen? Ik zou zeggen 12 minuten. Maar het is tijd voor een update. En die update die gaat wat breder over de eiwittransitie. En die wordt deels ingegeven door het feit dat we hopelijk binnen korte tijd weer een nieuw kabinet hebben. Maar die wordt ook ingegeven door mijn observatie dat ik wel heel veel naïviteit, wetenschappelijke onkunde, onzin tegenkom. En daarom denk ik dat het goed is dat we een keer over hebben. Dus de eiwittransitie. Wat zit erachter? Is het nodig? Wat zijn de argumenten? En moeten we het doen? Nou, eerst maar even wat feiten. De wereldbevolking is flink toegenomen en daardoor is ook de consumptie van vlees en dierlijk product enorm toegenomen. Zoals je in dit plaatje kan zien is in de laatste 60 jaar ongeveer de consumptie en daarmee dus ook de productie met pakweg een factor 4 toegenomen. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Je ziet dat in Amerika de consumptie per persoon ongeveer verdubbeld is in die periode. In Europa valt dat mee, gaat het ongeveer over 50%. Maar met name door de groei van de bevolking in Azië zie je dat de hoeveelheid dierlijk product en de consumptie daarvan in Azië enorm ook gestegen is. Zoals ik al aangaf, dat hangt natuurlijk helemaal samen met het feit dat de wereldbevolking extreem gestegen is in de laatste 10.000 jaar. We zijn van landbouw en steden naar de industrial age toegegaan de laatste 200 jaar. En daarna zijn we in een enorme versnelling terechtgekomen van 1 miljard naar 8 miljard mensen, 8,5 miljard mensen nu. En als we zo doorgroeien, dan wordt het een 9 of 10 miljard. En die 9 of 10 miljard, die hebben allemaal eten nodig, die willen allemaal leven, die willen allemaal consumeren. En in de regel betekent dat ook meer eiwit. Nou, wij hier in het Rijke Westen zijn wat meer begaan met milieu en duurzaamheid. En daarom hebben we al 10, 20 jaar, en zeker de laatste jaren, voor ogen dat dierlijk eiwit onduurzaam is, niet gezond is, en dat we dus in een eiwittransitie terecht moeten komen. Een eiwittransitie met als doel meer plantaardig eiwit eten en minder dierlijk. De argumenten die daar vaak bij gebruikt worden zijn de argumenten die op deze slide staan. Namelijk CO2-uitstoot van het dierhouderijsysteem en water. Nou, over water kan ik kort zijn. Het klopt, een rund of koe consumeert veel water.
Maar laten we wel wezen, dat is vooral regenwater. Dat is water in de vorm van gas, wat vocht wat in het gas zit. En het is echt niet zo dat dat water komt uit de leiding en dat ze daar dure technologie voor moeten inzetten om drinkwater aan koeien te geven. Dus ik vind dat waterargument altijd wat zwakker en ik zou het daar eigenlijk ook niet over willen hebben. Maar hoe zit dat nou met die CO2? Nou, laten we daar eens even goed naar kijken. Die CO2, dat ligt namelijk wel flink wat complexer. Laten we eens inzoomen op Amerika. In Amerika waren 200-300 jaar geleden, was dat een land van grote herkauwers, grote runderen, bizons. En de schattingen zijn dat er op dat moment ongeveer 60 miljoen bizons leefden in Amerika. Ook nog een hoop antilopen en andere grazers. En natuurlijk waren dat allemaal dieren die gras aten, plantaardige producten aten en wel eens een boer of een scheet lieten, waardoor er methaan in de lucht kwam. Die hoeveelheid methaan hebben we geleerd, dat is een broeikasgas, dus daar moeten we vanaf. Toch? Maar dit was een natuurlijk systeem. Betekent dat die bizons dan ook verantwoordelijk waren voor global heating? Nou, eigenlijk zegt de wetenschap dat dat niet zo is. Natuurlijk hebben we die 60 miljoen bizons niet meer. Spijtig genoeg, want het lijkt me geweldig om te zien hoe grote kuddes over de grote vlaktes in Amerika zouden lopen. Maar die bizons die hebben we vervangen, zou je kunnen zeggen, door koeien. Koeien in feedlots, koeien die grazen op pampa's of grasgebieden. Maar eigenlijk hebben we dat systeem van natuurlijke herkauwers vervangen naar een systeem van herkauwers die wij zelf beheren. En natuurlijk zijn die herkauwers dus ook verantwoordelijk voor methaanemissie. Maar dat is pakweg hetzelfde als die 60 miljoen runderen, 60 miljoen bizons lang geleden in Amerika. Er zijn overigens op dit moment ook pakweg 50 à 60 miljoen herkauwers in Amerika. Dus als we het hebben over global heating, of specifieker over de toename van CO2 in de lucht en de mogelijke effecten daarvan, dan heb je eigenlijk twee typen systemen. Hier links zie je het systeem waarbij aardgas, steenkolen en aardolie uit de grond wordt gepompt, in fabrieken of auto's wordt verbrand naar CO2. En dat is een systeem dat is lineair. Dus we halen C-atomen, carbon, uit de grond, die daar een miljoenen jaren opgeslagen is. En die zetten wij om naar CO2 die in de lucht komt, waardoor de CO2-hoeveelheid in de lucht toeneemt. Dat is een systeem inderdaad waarvan ik denk dat we er wat afscheid van moeten gaan nemen. Maar er is ook een tweede systeem en dat is het biologische systeem, het natuurlijke biologische systeem. Laat me dat toelichten, het staat hier op het plaatje aan de rechterkant. En dat is een systeem waarbij CO2 eerst door planten wordt opgenomen, bijvoorbeeld door gras. Vervolgens wordt geconsumeerd door, in dit geval runderen. En die runderen inderdaad, die boeren en die poepen en laten scheten, waardoor er methaan in de lucht komt. Nou, we hebben ook geleerd dat methaan een zwaarder broeikasgas is dan CO2. Een factor 10 of 20, afhankelijk van welke literatuur erop naslaat. Maar het is ook zo dat die methaan onder invloed van UV in de lucht in ongeveer 10 jaar tijd weer wordt omgezet naar CO2. En dan begint die cyclus weer opnieuw. CO2 wordt weer omgezet in gras. Een stuk van dat gras, dat wordt organisch stof in de bodem, wordt dus opgeslagen. Uiteindelijk gaat dat gras weer naar koeien en zo gaat het rond. Je zou kunnen zeggen dat het biologisch systeem vooral een kortcyclisch CO2 systeem is. Wat eigenlijk netto weinig tot geen effect heeft op de toename van de CO2-concentratie in de lucht. En daarmee dus ook zaken die met global heating te maken heeft. En daarom vind ik dat we voorzichtig moeten zijn om te suggereren dat vlees en vlees eten, en specifiek runderen, verantwoordelijk zouden zijn voor global heating. Eigenlijk is dat niet zo. De roze olifant, dat zit vooral bij dat aardoliesysteem. Is er dan helemaal niks aan de hand? Ja, natuurlijk is er wel wat aan de hand. En dat heeft vooral, denk ik, te maken met landgebruik. De totale wereld, de totale aarde, daarvan is ongeveer 30% land.
en 70% zijn oceanen. Laten we in die 30%, die 29% eens even inzoomen. Want van die 30% gebruiken we op dit moment 10%, 10% van alle landmassa, sorry, een derde van alle landmassa, 10% van de hele aarde, om landbouw te bedrijven. Nou, direct voedsel, tarwe, groenten, allerlei andere gewassen, dat is ongeveer 2% van die 10%. En dus 6% van, dat is ongeveer 2% van die 10%. En die andere 8% van die 10%, dat wordt ingezet om dierlijk eiwit te maken. Laat ik het maar zo verwoorden. Dat wordt feed genoemd. Dat wordt ingezet om voer voor dieren te maken. Nu is van die 8% weer 75%, oftewel 6% in totaliteit, gerelateerd aan grasland. En rangelands wordt dat op zijn Engels genoemd. En dat zijn eigenlijk gebieden die van nature juist, zeker tot een paar honderd jaar geleden, altijd al begraasd werden door die bisons of die antilopen of die, noem het maar, die natuurlijke koeien. En dat is gebieden, dat zijn gebieden die we in mijn ogen niet zomaar om kunnen zetten naar landbouwgronden. Tenminste, ik hoop dat we dat niet gaan doen. En daarom is landgebruik wel een thema, zeker rondom diervoer. Maar het is niet een thema wat zomaar in de getallen van een spreadsheet naar voren kan komen als zijn van zie je wel, we kunnen meer mensen voeden op deze wereld als we maar meer plantaardigen gaan eten. Want dit soort gebieden, dit is Zuid-Amerika, daar kan je wel schapen of koeien op laten lopen, maar absoluut niet landbouwbedrijven. En het is niet alleen dat het niet kan, maar ik hoop dat we het ook niet gaan doen, want dat zijn onderdelen van het natuurlijke landschap waar we in mijn ogen een beetje af van moeten blijven. Dan hebben we natuurlijk nog een thema dat heeft met gezondheid te maken, voeding en gezondheid. Wij mensen zijn in miljoenen jaren geëvolueerd en Homo sapiens zoals we nu bestaan pakweg 200.000 jaar, misschien iets langer. En vanuit Midden-Afrika zijn we de hele wereld overgegaan als jager en verzamelaar. En als jager en verzamelaar beweegden we veel, waren we veel buiten in het zonlicht, maar consumeerden we ook vooral groenten, fruit. Heel soms vingen we een keer een beest. Een dier wat niet al te gevaarlijk was, maar daar moesten we veel energie in stoppen om vlees te consumeren. En verder hadden we te doen met schaal- en schelpdieren, knollen en een beetje fruit in het seizoen. Je zou kunnen zeggen dat zijn de twee benen van gezond leven. En in de laatste 50 jaar is onze samenleving dusdanig veranderd dat we eigenlijk niet meer ons best hoeven te doen om eten en drinken te verzamelen. En dat heeft natuurlijk als resultaat gehad dat wij zieker, dikker geworden zijn, eigenlijk door de overvloed van eten. En dat is een heel normale reactie op een abnormale omgeving. Nou, als je in perspectief plaatst van eiwitten, zou je kunnen zeggen dat eten vooral uit drie grote macrogroepen bestaat. Eiwitten, dat zijn aminozuren, koolhydraten, in die groep zitten ook de suikers. En verder hebben we natuurlijk nog olie en vetten. Nou, olie en vetten moeten we niet veel meer gaan eten. Ik denk dat we gemiddeld in de westerse wereld veel en veel te veel suiker- en koolhydraatsystemen consumeren. En de totale consumptie van eiwitten per persoon mag zeker wat naar beneden. Maar zeker niet naar nul, want dat zou de buisstaan van het leven. En daarom is het ook wenselijk om minder vlees te gaan eten, vanuit gezondheidsperspectief. Voldoende plantaardig. En je zou kunnen zeggen dat die plantaardige transitie daarmee te maken heeft. Nou, als je nu naar de markt gaat kijken, dan is ongeveer 0,4% van de westerse wereld is volledig vegan, veganistisch. Dat betekent dat er ook geen eieren en melk geconsumeerd wordt. Ongeveer 4-5% is heel strikt vegetarisch. Dat betekent geen vlees, maar wel bijvoorbeeld nog eieren en zuivelproducten. En je kan het ook omdraaien, 95% van de westerse wereld consumeert vlees, is vleeseter, consumeert op grote schaal ook vis en of zuivelproducten. De eiwittransitie in mijn ogen gaat erom om ervoor te zorgen dat er meer flexitarisme gaat komen. Dat in die groep van 95% van de consumenten, dat we iets minder dierlijk gaan eten
voldoende eiwitten, dat weer wel. En we kunnen dat zeker vervangen door plantaardig. En om die groep eigenlijk te motiveren om minder vlees te gaan eten, zijn er de nieuwste generatie vleesvervangers. Vleesvervangers die lekker zijn en die zo goed mogelijk passen in het dieet en voedingspatroon van de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde Amerikaan. Want we gaan niet zomaar onze voedingspatroon aanpassen, dat blijkt zo te zijn. Nou, gelukkig kunnen we vanuit technologie en vanuit productontwikkeling tegenwoordig fantastisch lekkere producten maken. Wat je hier ziet is geen dierlijk gehakt, maar dit is vegetarisch gehakt. Vegetarisch gehakt waar je eigenlijk alles mee kan doen, van pasta's tot gehaktballen, wat je ook normaal thuis met gehakt doet. 10, 15 jaar geleden hebben we op grote schaal al gewerkt aan nieuwe technologie om vezelstructuren te maken, bite op z'n Engels. En tegenwoordig kan je dus ook hele lekkere, gestructureerde kipstukjes maken. Die technologie die gaat door en dit is een voorbeeld van hoe je tonijn, tonijn blik of versie tonijn kan maken die echt heel erg lekker is voor in de salades, maar volledig plantaardig kunnen zijn. En als je nu ziet wat er op de laboratoria gemaakt wordt, wat spijtig genoeg pas over 2, 3, 4 jaar in de markt gaat komen, ja, dan ben ik heel hoopvol gestemd. Maatschappelijk gezien hebben we wel nog een paar discussies te voeren. Nou, een ervan is dat duurzaamheid in greenhouse gases, nogmaals, ik gaf net aan, in mijn ogen niet het belangrijkste argument voor die transitie, en gezondheid, eiwitsamenstelling, dat die vaak met elkaar gepaard zijn. Dus niet alle duurzame producten zijn automatisch gezond en vice versa. Een heel duurzaam product is bijvoorbeeld tarwe, waar je brood of bier mee kan maken. Maar ik denk dat wij een overconsumptie op tarwe en brood hebben. De politieke en communicatiediscussie is daarom meer en meer langs drie lijnen. Dat is namelijk hoe doen we goed voor dieren en om welfare. Hoe doen we het goed voor de aarde? Maar hoe zorgen we er ook voor dat mijn persoonlijke gezondheid goed blijft? En die balans, dat gaat spijtig genoeg dus niet altijd samen. Tijd voor 2 conclusieslides. Een beetje korter de bocht, maar in de lange versie van mijn presentatie denk ik dat duidelijk wordt waarom ik deze conclusies trek. Ik denk inderdaad dat we een plantaardige of een eiwittransitie in moeten gaan. Wat mij betreft wel rustig, stap voor stap, niet te grote stappen, het lijntje mag niet breken. Maar het komt erop neer dat de grote hoeveelheid dierlijk eiwit wat we nu consumeren, dat mag wel iets minder. Dat betekent dat we voldoende plantaardig eiwit moeten blijven eten, want zonder eiwitten gaat het niet. Voor mij zijn de 3 belangrijkste argumenten om die shift naar een plantaardig eiwittransitie wat meer te pushen. En ik vraag daar helemaal niemand in om volledig vegan te worden. Dat is landgebruik. En het feit dat we allemaal hoog in de piramide van Maslow eten en eigenlijk gewoon te veel eten. Te veel eten en te veel drinken. Voor mij het tweede argument waarom het prima is om iets minder dierlijk eiwit te consumeren, is dat we eigenlijk onze relatie met landbouwdieren steeds anders gaan bekijken. En met anders bedoel ik, wij mogen ze niet meer als productiedieren zien. En diervriendelijkheid daarin, of zelfs het recht hebben om dieren voor ons te mogen houden. Daarvan zie je dat we wat anders daarna gaan kijken. De derde reden is, omdat in dichtbevolkte gebieden, en Nederland is daar echt het belangrijkste voorbeeld van, de biodiversiteit toch wel afneemt en de hoeveelheid emissies, met name stikstofachtige emissies en CO2-emissies, maar ook fijnstof bijvoorbeeld, effect hebben op de natuur in onze rechtstreeks omgeving. Het gaat hier over milieu, heb ik het dan vooral over. Maar ook onze eigen gezondheid. Er zijn ook 3 redenen waar we denk ik een beetje voorzichtig mee moeten zijn om die als argumenten te gebruiken in die eiwittransitie. Nou, een daarvan is dus de zogenaamde methaanemissies en dat met name runderen en verantwoordelijk, tussen quotejes natuurlijk, zouden zijn voor global heating. Nou, dan gaan we volledig voorbij de roze olifant. En die roze olifant is vooral onze verslaving aan fossiele energie.
Het tweede argument, wat in mijn ogen niet geldt, is: we kunnen niet zeggen dat consumptie van vlees of vis ongezond is. Integendeel, ik denk dat een gematigde hoeveelheid dierlijk eiwit essentieel is voor een goede gezondheid van ons mensen en vooral van oudere mensen. En natuurlijk is het ook zo dat een plantaardig eiwit dieet, je hoeft niet volledig veganistisch te worden, dat je daar ook gezond op kan leven. En het derde argument, wat ik eigenlijk politiek niet wil horen, dat is dat die eiwittransitie zo belangrijk zou zijn voor onze boeren. Dat ze daarmee nieuwe verdienmodellen kunnen gaan maken. Nou, ook daar ben ik zeer sceptisch over, want zo werkt de markt niet. We moeten vooral iets doen om de consumptiepatronen te laten veranderen. En dan volgt eigenlijk het aanbod wel van verwerkers en daarmee ook van boeren. Dus hoe kunnen we die eiwittransitie dan wel stapje voor stapje vorm gaan geven? Nou, het eerste is: alle voedselproducten moeten lekker zijn. Als voedselproducten niet lekker zijn, dan worden ze niet gekocht, worden ze niet geconsumeerd. Het heeft geen zin om niet lekkere producten in een supermarkt te leggen. Het tweede wat we moeten proberen uit te lokken is dat de prijs, de consumentenprijs heb ik het dan over, die wij consumenten in de winkel moeten betalen van plantaardige producten, eigenlijk op het niveau of onder dat van vleesproducten komt te liggen. En dat is ook een van de redenen waarom ik het helemaal niet erg vind, en al minstens 10 jaar denk ik dat roep, dat een vleestaks geen gek idee is. Om die prijzen goed te krijgen, zullen we wat zwaarder moeten gaan investeren in verwerkingsfabrieken. En dat vraagt dus geld, een capex, zoals dat zo mooi heet. Dat zijn in ieder geval de 3 do's, zoals ik dat zo mooi noem. Ten slotte zijn er vooral een paar don'ts. Eén ervan heb ik hier op nummer 3 gezet. En die is wat lelijk geformuleerd, maar het komt erop neer, wij denken in lineaire innovatiemodellen. Dus als er maar heel veel onderzoek gebeurt, dan verandert de markt. En dat is gewoon niet zo. Daar zit geen relatie tussen. Plus dat het vooral gaat over creativiteit van productontwikkeling en zakelijke modellen op supermarktniveau. Het tweede wat we niet mogen verwachten is dat die consumptie alleen maar toeneemt als we maar heel veel marketing erop los gaan laten. Als we marketing erin stoppen, gaat die prijs omhoog. Als de consumentenverkoopprijs te hoog is, dan gaat die transitie niet plaatsvinden op volumes. En we moeten eigenlijk die volumes van consumptie laten toenemen. En op nummer 1, en dat komt een beetje in lijn met de vorige slide die ik liet zien, is: we denken heel erg dat wij boeren moeten verleiden om meer eiwitrijke crops te gaan verbouwen. Meer lupine, meer bonen, meer peas. Of dat die productie per hectare omhoog moet, of dat die eiwitconcentratie omhoog moet. Dat is niet de manier om die eiwittransitie voldoende vorm te gaan geven op termijn, is mijn heilige overtuiging. Nou, dat zijn mijn 2 samenvattende slides. Zoals ik bij de intro al aangaf, er is ook nog een heel lange versie van dit verhaal. Die duurt bijna 1 uur. En mocht deze korte versie jullie aanspreken, dan hoor en zie ik jullie graag terug. En zal ik de link ook op mijn websites met jullie delen. Dank jullie wel.